Welkom in deze video. Goedemorgen, dinsdagochtend en we gaan weer lekker aan de slag. Ik heb er zin in. Even kijken, Wesley komt de trekker ophalen voor onderhoud. Dus ik ga even zorgen dat we krijgen compost. Dus het vak van de aardbeien wil ik even eggen. En ik wil eigenlijk waar we de kas weer op gaan bouwen, het land even woelen. Dat kost natuurlijk nu wel even tijd. Dat is wel jammer, want ik wil natuurlijk het frame wil ik zo ver mogelijk opbouwen deze week. Maar ik ga het eerst even met de woelpoot doorheen zometeen. Omdat de grond dan zeg maar even goed losgetrokken wordt. En ik heb vorig jaar gezien als dat frame eenmaal opgebouwd is, zitten van die schuine zijspanten. En dan kom ik met de trekker en niet zo goed meer in die buitenste bedden. Dus dan wil ik dat echt eerst nu even te doen. Dus ik ga eerst even met de trekker aan de slag. Daarna gaan we het frame opbouwen. En dan wat compost uitrijden, denk ik. En dan zal de dag wel weer heel eind gevorderd zijn. Dus kijken jullie mee? Ik probeer dit vak te woelen, maar het is net niks. Het is een beetje vochtig nog en het gras is echt nog niet dood genoeg, want ik trek hele grote kluiten. Dus ik heb nu de randen in ieder geval gedaan, maar stop ik ermee. Eerst die ankers erin, plastic er weer op en frame weer opbouwen. En dan eerst dat gras nog even een paar weken goed dood laten gaan. Ik pak de maart wel weer op. Want zo is niks. De zijkanten zijn in ieder geval losgetrokken. Nou, ik het voorlopig even bij. We gaan koffie drinken en dan met de ankers aan de slag. Ankertje erin en dan als we nu gewoon aan de binnenkant wat meter in leggen, dan legt hij strak. En dan kun jij, of we nog een haakje leggen. Oh, wel jutten heel bij elkaar weg, hè? Peppie Kokkie. Geen niks. Wat moet hij doen? Hoe diep gaat hij dan? Dus nu moet je zeg maar deze haak moet aan de buitenkant zitten straks. En die moet in het maaiveld zitten. Oké. Zo. Ja, want dat plastic. Als die haak hoger zit, dan dat plastic ook hoger moeten zitten. Ja, voor deze keer dan. Nou, vooruit. Ik ga die.
Wat een heerlijke dag is het zeg. Zo, dat had ik niet durven dromen dat het zo lekker weer zou zijn deze dag. Hoi. De wind is nu wel wat opgestoken, maar het is heerlijk zonnig en de temperatuur is perfect joh. Echt, echt bizar. John die heeft weer wat nieuwe compost gebracht voor het aardbeienveld. Dat is een bladcompost met extra houtsnipper. Om een schimmeldominante bodem te krijgen. Die gaat ook daar zo bij de fruitstruiken komen. Nou, Gert heeft zich kranig geweerd met het indraaien van de ankers van de kas. En heeft helemaal geholpen totdat we alle bogen er overheen konden zetten. Daar ben ik super blij mee. Kan ik straks het frame verder in elkaar zetten. Dus ik heb gemerkt dat het aardbeienveldje open trekken met de woelpoot een stuk beter gaat. Dus dat ga ik nog even doen. Ik zal nog even wat mensen op bezoek tot die tijd de spul even in elkaar bijna in elkaar. Ik heb de bovenbuis erin zetten en ik leg hem even plastic terug omdat het gaat regenen. En de komende weken ook aardig wat regen. Ik wil die grond lekker droog houden. Het waait veel te hard om een plastic erop te krijgen. Dus ik hoop dat het van de week lukt. En anders volgende week. Dus dat betekent dat de bodem natuurlijk even droog moet blijven. Dan doe ik de plastic er terug. En even de andere zijstroken nog even halen. En dan hoop ik hier op de voorkant de aardkoppen in elkaar te kunnen zetten. Dan zit dat lekker klaar. Dus even de grond bedekken, de voorkant en de achterkant in elkaar proberen te zetten. Zo, dat was een mooi dagje. Haha, blij man. Kastje in elkaar. Ik heb de voorkant en de achterkant heb ik ook al in elkaar. De bovenbalk heb ik alweer in elkaar met de spandraad. Dus de deuren kunnen plastic erop hebben gedaan. Alleen nog aan beide kopse kanten moeten nog de vier schoren. En dan zit hij weer in elkaar. Ik heb plastic er wel op liggen. Dus deze week kan het gewoon blijven staan. En de deuren die liggen erbij klaar om erop te zetten. Bij je veldje, wat daarop moet komen, heb ik weer afgedekt met plastic. Ik heb het helemaal opengetrokken met de woolvork, dus dat is mooi gegaan. Morgen wil ik eigenlijk even daar, zodat ook daar zo het peulenvak wat daar moet komen, ook even afdekken met plastic, zodat ook de regen van de week daar eraf blijft. En dan is goed. Vrijdag heb ik een afspraak met Boerenbos, omdat ik een tamme kastanje heb gekregen, dus dat is leuk. Gaan we tamme kastanje planten en dan verder een beetje opruimen. Nu snel naar huis, eten. Hey, vrijdagochtend, ik ben weer op de tuin. Dus we komen straks, als het goed is, tamme kastanjeboom brengen. Die gaan we planten. Het waait enorm. Het heeft natuurlijk al aardig gewaaid. De schade valt niet mee, de regenpijp is afgewaaid. Nou, daar wacht ik nog even mee met monteren, want vanavond komt het natuurlijk eind vanmiddag of zo komt er weer een storm over. Plastic laat ik ook maar liggen. Het kunststof plastic daar is van de zijtrace en van de sla afgewaaid. Dus dat doe ik morgen weer terug. Want ik ga kapsijnes zaaien en ik ga de aardperen, dus de grond in, die moet ik even opzoeken. Aardperen de grond in en dan het frame verder nog even afschroeven. En dan wil ik eigenlijk daar waar de fruitstruiken komen, wil ik kijken of ik wat compost kan scheppen. In ieder geval klaarleggen dat Gert vanmiddag eventueel daar wat aan kan doen. Mits het niet te hard waait. Maar goed, dat is een beetje het plan. Dus in ieder geval even wat zaaien. En dan om 10 uur, om 10 uur komen ze die kastanjeboom mee. Gaan we dat even doen. Ik ben benieuwd of ik echt wat kan filmen en vertellen. Want ik sta hier achter.
de schuur. In ieder geval de wind wat mee, maar de wind komt natuurlijk voorbij. En ja, dat zal met veel mooi niet gaan. Dus ik verwacht daar niet zoveel van. Dat het toch niet helemaal gelukkig kan zaaien. En dan mooi goed gemaakt. Morgen, nou, we gaan de kastanje in graven. Hier is Goring. Nou, Goring. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is een Franse delicatesse kastanje. Bouche de Bétizac. Bouche de Bétizac. Oh. Die gaan wij vandaag planten. Nou, ik heb de brownie heb ik de vorige keer geproefd. Dus die was top. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ik ben benieuwd. Hè? Zo, net die boom aangeplant. Staat voor de kas. Het is allemaal kastanjeboom. Nu even verder met kapsijnispoten. Bolstertje. Dus, het is toch wel fijn dat ze boven de 20 euro gratis verzenden. Kan ik gewoon mijn zaad. In kleine hoeveelheden bestellen. En dan heb ik gewoon. Ik kan mijn kosten een beetje spreiden, toch? Kilootje kapsijnis. Grote trays doe ik 2 kapsijnes per vakje en de kleine trays 1. Omdat ik ergens op Instagram had ik gezien dat iemand 2 kapsijnes bij elkaar deed. Dat bevalt me wel. Gaat wat sneller dan. Gaat wat sneller natuurlijk, hè? Dus ik daar is wel een idee om dat 2 bij elkaar te doen. Dat is 1. Nou, we gaan 60 meter kapsijnen zetten. Kijk, de kapsijnen zitten erin. Alles gezaaid. En 12 trays is al vol met kapsijnen. Dus die zijn klaar. Nou, het begint al aardig te waaien. Dus ik hoop dat het vanmiddag nog een beetje meevalt. Plastic nog een beetje blijft liggen. In ieder geval volgende week verder met plastic op de kast zetten. En voor nu zit het erop. Dus bedankt voor het kijken. En tot volgende week.